Voor de match tegen Club Brugge kregen we hoogbezoek in het Gulden Sporenstadion. Niemand minder dan Ironman Frederik van Lierde gaf de aftrap van de West-Vlaamse topper. De Menenaar was onder de indruk van de beleving in het stadion. Het was speciaal. Het is een heel ander milieu. Je voelt dat hier, dat de spanning allemaal opbouwt 20 minuten voor de start. Het is een keer leuk voor in een ander milieu te zijn. Ja. Ik ben eigenlijk nog nooit echt naar de voetbal gaan kijken en om dat hier nu te mogen meemaken, het is echt heel mooi. Je hebt daar straks ook kennis gemaakt met een aantal mensen hier. Wat is je indruk van die kennismaking? Well, dat is leuk natuurlijk. Een aantal bekende mensen dat je tegenkomt en een klein praatje tegen doen en dat is wel lof. Top. Van Lierde leverde in Hawaii een uitzonderlijke prestatie. Maar in vergelijking met de inspanningen die de spelers op het veld leveren, is moeilijk te maken. Maar het is zo dat je enkel goed bent in hetgeen dat je getraind bent. Zet mij hier 90 minuten op dat veld en het zal ook op niet veel trekken. Dus, en denk als je een voetballer aan de start zet van een Ironman, dat ook niet veel zal zijn. Dus, Van Lierde realiseert dat hij met zijn overwinning in de Ironman iets unieks heeft gepresteerd. De supporters en de genodigden ontvingen de triatleet met heel veel respect. Ja, je voelt dat hier ook wel. Als je binnenkomt en iedereen is wel onder de indruk deze week van mijn prestatie. En ik vind dat wel tof dat iedereen dat apprecieert. Ja. Het verschil in media-aandacht tussen voetbal en triathlon is volgens Van Lierde perfect te verklaren. Ja, dat is een moeilijke discussie. Sponsors zijn meer geïnteresseerd in een ploeg die elke week speelt, omdat er een vol stadion is. Van ons is dat niet zo, dus dat is maar perfect normaal. Aangezien hij West-Vlaming is, heeft hij voor de topper tegen club de keuze om voor twee ploegen uit de provincie te supporteren. Welk team draagt zijn voorkeur uit? KV Kortrijk, kan niet anders. Hè. Achteraf bleek dat Frederik de juiste keuze had gemaakt.